Goedemiddag. Hallo. En zo voor een week. Dag. Leuk, leuk om te zien. Ja. Het gezicht achter de stem. Maar je komt zo even bij je. Met eerst de boten en dan. Is een samenwerking tussen de 17
ook weer mee te doen in de Nederland. Namelijk foto ziet van 50, 60 jaar geleden en foto's van nu ziet er gewoon dat aan die kant was het gewoon een hele stuk grond verdwenen. En als ik de natuur van de laten gaan, was ook de dood uit. Met beeld van Diepen, daar bovenop de grond aan te vullen en het laatste stukje nog een keer afwerklaag peelaarde waar we extra beplanting hebben aangebracht zodat de natuur alvast wel een goede start zou krijgen. Resultaat. Natuurlijk, er zijn altijd verbeterpuntjes, maar over het algemeen. Deze twee eilanden zijn veranderd. Deze twee eilanden zijn inderdaad veranderd. Ik durf niet meer uitlopen te zeggen. Volgens mij van overleden. Ja, dat kost vanavond een klein misschien. Ja, maar dat is pas begin dit jaar gebeurd en eigenlijk voor ons te laat in het project ingekomen om nog mee te kunnen nemen. Niet alle eilanden hebben kunnen aanpakken. Er waren ook bewoners die gewoon mee wilden, eigenaren die mee wilden werken. En eigenaren. Maar het grootste gedeelte van de opzet van het weer herstellen van de kervetering moet varen wel eeuwig duren. Maar in ieder geval altijd een bescherming nodig zullen blijven houden voor datgene wat we nu hebben gedaan. Misschien al de fotoreportages gezien. Er zitten een aantal foto's tussen die ik echt een specifieke vraag. Wat is dat? Daar zie ik de lisdobben. Ja? En drie, wat hebben jullie daar echt zelf op zelf gepakt? Is de lisdobben uit zichzelf gekomen of Ik denk dat hier dan hier ook wat hebben gebruikt. Dus eigenlijk in de plantenmatten die aangebracht zijn. Er zitten in totaal denk ik 9 verschillende inheemse soorten in die plantmatten. En de bedoeling is dat plantmatten planten vormen, zaad vormen. En op een gegeven moment zal het overgenomen worden door het riet. Het gewone riet, dat zal het overnemen. Dat heeft een sterk waterzuiverende werking. Maar dat betekent wel dat het zaad al in het systeem zit. En dat het zaad zich zal verspreiden en op andere plaatsen weer de klant kan kopen. Nee, mag het toegepast. We hebben de eilanden opgebouwd uit veen. En de bovenlaag is van buiten dit aangekomen grond. Omdat die voedzamer is en de kans van slapen groter is dan met bagger uit de veen. Dat we niet al het riet hebben verwijderd om iets anders aan te brengen. Dus daar staat nog deel zaandriet en deel is aangebracht met nieuwe matten. En dat moet van de loop der tijd zal het water in gaan. Het is alleen niet de bedoeling dat helemaal tot aan de palerij land gaat ontstaan. Het is altijd de bedoeling dat achter de palerij nog een strook land of water ontstaat. Waar met name vissen kunnen paaien, kunnen rusten. Ja. Dat is wel de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat helemaal het land, het water weer helemaal inloopt op de palen rijden. Ja. Als je hier naar die kant even kijkt, zo was het landschap vroeger. Aan weerskanten gewoon percelen met een watergang er tussendoor. Ja. En zo waren hier de plassen heel vroeger ook natuurlijk. We hebben deze watergang dan gegraven. Ja, en ik ben niet iemand die schouw kwijlt van de natuur, maar als ik nou zie hoe dat hier die doorgang
geworden is. En je ziet die andere boot daar in de vette. Dan denk ik van ja, dit is wel het beeld wat het een beetje moest worden. Dat hoeft niet. Maar daar kan het nu wel alleen aan. Ja. Rijnland zal dan die voorste reparen gaan doen. Er zijn contracten afgesloten. Dat is wel duur. Ja, normaal. 25. Wacht eens maar even. Ik heb hier geen lijst. Kan ik hier niet door? Nee. Er was het hele plan om het terug te brengen naar zeg maar koppen van de legakkers zoals is door een landschapsarchitect mee ontwikkeld. En dat betekent dat oudere doorgangen die ook dicht waren gekomen, weer geopend zijn om meer dat, die structuur van weiland sloot terug te krijgen. Een beetje jammer, dat je natuurlijk. Alleen moet ik zeggen, helaas, ik heb ook een stukje kijken. Ja, die is iets dichterbij.
En hier ben ik ook blij voor dat dit gesprek gebruikt gaat worden. Nee, dat is kijk, in 1995 hebben ze de eerste poging gedaan en met de kennis van toen. En er wordt nu afgegeven dat dat helemaal fout is, ja, maar dit kan je natuurlijk ook 50 jaar zeggen, was toen dat. Kijk uit! De kennis van nu. Is dit de beste oplossing? En 15 jaar geleden was ook met de beste oplossing van de kennis van toen. Alleen dat is jammer dat je een stuk duur schijnt om de dubbel moeten behouden. Maar het voordeel van mij is dat daar heb je een natuurlijke riet over. Het is veel mooier, het is jammer dat je een rij palen ervoor moet zetten. Ja, wat ergst is. Dus als die palen op hoog zijn, moet ik het zo voorzien op de feest. Dus vanaf het water. Wij zeggen, ja, gebruik je een vacht. Ja, je kan er niet meer zien. Zijn ze? Ja, die. Ja, maar die gaat ja, dus. Dit is. Ja, je ziet nu de brug waar we net wel lagen. Ik heb een hele lange brug. Ja? Daar heb ik een paar ervan. Want daar ga je natuurlijk niet snel langs. Nee, je moet meteen komen. Maar dat is de oudste boerderij van Nederland. Dat is een stuk van de boerderij. Nee, je komt niet langs. Wij hebben de mogelijkheid van de boerderij. Als alle watersport in deze klasse, maar het is van roeien en zwemmen dat erop, maar dat is niet. 50 centimeter. Ja, ik denk dat wij dat eigenlijk ja. Ze blijven ze lekker liggen, maar... Ze zitten, je kunt ze aaien. Ja, precies. Wij rijden, ik hoef ook niet mee, weet je. Ik sta mijn plekje dan wel af. Ja. Oh, je kunt het zoeken. Ik heb 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 het zoeken. Ik heb
Ja, dat is een zaak van 8 minuten.